It's a massive test tonight, Jermaine, for a relatively young team, one that's been so successful this season. Kijk natuurlijk naar de finale. En ja, dat wordt echt wel spektakel. Het is een sport der sporten. Druk bij kijken, publiek. Sommigen hebben uitschieters, sommigen hebben dieptepunten. Er staat natuurlijk heel veel druk op sommige wedstrijden. So out they come and into a brilliant atmosphere. Vooral in het tweede gemengd dubbel denk ik dat Thies en Deborah de laatste tijd gewoon zo goed spelen. Wauw! Het is setpoint hier voor Duinwijk, 20 tegen 17. Je zag het vertrouwen daar dat Brian wel kan hebben in zo'n rally. 20-15, 5 matchpoints voor Duinwijk. Ja, je ziet ook dat Duinwijk voelt dat dit een belangrijk punt is. Hij wordt uitgegeven, 21-15. Duinwijk wint de eerste dubbel. Ja, twijfel daar bij Estelle of die bal in of uit zou gaan. En Doenja draait hem toch weer helemaal om. 20-19 nu in het voordeel van Doenja. Oh. Helemaal teruggekomen. En dan zo'n onnodige fout. Zo'n belangrijk punt. Noah die 2-3 slagen probeert te versnellen en dan toch voor de rally kiest. Dat doet hij goed. Ja, Jordi die het prachtig overneemt hier. Zo! Wauw, wat een verdediging daar van Jordi. Een punt leek gespeeld. Noah kreeg een vrije kans om hem af te maken. Jordi deed zijn ogen dicht en raakt de shuttle geweldig en Noah slaat hem in het net. Ja. En neemt hij er ook de tijd voor zijn matchpoint. Het publiek gaat erachter staan. Lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Noah hier nog van gaat terugkomen. Ja, je weet het nooit met onze voorspelling. Ja, dit is hem. Ja. 3-3. En 18-8. Nou, ik droom wel eens dat ik 18-8 voorsta in een mix van Selena Peek. Maar dan word ik toch altijd wakker en dat is nooit werkelijkheid. Maar dat is nu wel werkelijkheid voor Adam en Estelle. 19-8. Dus de ogen worden eruit geheel. We gaan een heren dubbel spelen. De lichten gaan aan. Wie staan er klaar? Het is Alex Vlaar en Adam Hall tegen Thies van der Lek en Brian Wassink. Zoals we al eerder hadden gezien. Is het verrassend dat we hier een heren dubbel zien? Russel, ik ben volledig in shock. Als dit fout gaat voor Duinwijk, dan hebben ze echt het landskampioenschap weggegeven. Het is voor Alex natuurlijk heel raar. Die anderhalve set in totale controle in de heren dubbel, glipt totaal zijn vingers uit. Het belooft een hele intense game te worden in ieder geval. Het publiek zit echt op het puntje van hun stoelen. Ja, heel benieuwd hoe die eerste punten gaan verlopen of ze in hun tactiek kunnen gaan spelen. Het begint met een flick service.
mooie rally. Ja, kijk, dit is wel weer echt heel voordelig voor Brian. Alex was aan het springen, een beetje, ja, dat lijkt nerveus. Het maakt een nerveuze indruk in ieder geval. En dan sta je maar zomaar tegen een 1-6 achterstander aan te kijken in de Golden Game tot de 21 bij de Elvis Club. Ai, dat verwacht je niet van Thies. Vrij hoog sfeer. Ja, die service leek te hoog, werd niet afgemaakt. Ja, geweldig, geweldige rally. Prachtig gedaan van Duinwijk. Thies daar zelfs als voorspeler. Houdt die rust, scherp op het net. 20-15, 5 matchpoints. Ik neem al mijn woorden terug over dames enkel wegtrekken. 20-15 voor Duinwijk. Matchpoint, championship point. Ja, ze doen het toch. Het is gedaan, het is gedaan. Het is hier Thies die met een laatste smash toch het landskampioenschap voor Duinwijk binnenhaalt. Duinwijk landskampioen 2021-2022.